Kom, Tom. In de 65e minuut komt Jong Ajax op 2 tegen 0. Later was het weer Amnuweld dat succesvol was. Sander Duits de aanvoer met een mooi paasje op Tayeb. En dat is natuurlijk een makkelijk doelpunt. Zijn eerste in het betaalde voetbal en de overwinning dus voor FC Omniworld. Het is ook mijn eerste doelpunt in de Jupiler League in het betaalde voetbal. Dus ja, het was wel iets extra's voor mij. Maar het is gewoon mooi dat we winnen. Hadden we wel nodig. Slotfase dan nog. De eretreffer van Faria, een mooie, maar hij is er alleen voor de statistieken. Zou je zeggen, maar FC Omniworld zou zich toch weer oprichten. Dit is Shakib Tayeb, gaat voorbij één tegenstander, gaat voorbij twee tegenstanders. Komt dan met een voorzet en dan het cadeautje van Diederik Boer uit Emmeloord, de goalie van FC Zwolle. En deze treffer van Tayeb, dat moet normaal gesproken de winnende zijn. De openingsfase, maar dan na 17 minuten de verkeerde terugspeelbal van Mark de Vries. Tayeb kan de bal oppikken, gaat dan de actie aan. En uit een praktisch onmogelijke hoek schiet hij toch de 1 tegen 0. Komt de bal uiteindelijk terecht op de borst van Tayeb. Eén keer stuiten en dan met zijn rechter en de schitterende 1 tegen 0. En dan hangt er zomaar een stuntje in de lucht in Almere. Valt er zeker lekker in. Kijken we nog even met zijn rechter. Mulder aan de grond genageld en de 1 tegen 0.